Die avond legden we een kampvuur aan boven de karmaval. En ik ben er zeker van dat er in geen enkele tijd en in geen enkele wereld ooit zo'n plaats is geweest waar zo'n kampvuur heeft gebrand. Het was een ontzaglijke plaats, zo afschrikwekkend mooi als er geen tweede in de hemel of op aarde kan zijn. Het was bijna te veel ineens, de bergen en de rivier en de waterval. Ik had weer het gevoel in een droom beland te zijn en ik zei tegen Jonathan, denk maar niet dat dit er allemaal echt is, dit is vast en zeker een stukje uit een oerdroom. We stonden op de brug, op de hangbrug die Tengil had laten bouwen, over de afgrond waardoor de landen gescheiden werden. Karmanyaka en Nangiala, ieder aan een kant van de oerstroom. Diep in de afgrond onder de brug kolkte de rivier en stortte zich bulderend langs de karmaval naar beneden, naar een nog angstaanjagender diepte. Ik vroeg Jonathan, hoe kan je over zulke verschrikkelijke diepe afgronden een brug heen bouwen? Dat zou ik ook wel eens willen weten, zei hij. En hoeveel mensen er tijdens het bouwen doodgegaan zijn, hoeveel mensen er schreeuwend omlaag gestort zijn om in de karmaval te verdwijnen. Dat zou ik ook wel eens willen weten. Ik rilde. Het leek net of ik het geroep nog tussen de bergwanden hoorde weer klinken. We waren nu vlak bij het land van Tengil. Aan de andere kant van de brug kon ik een pad zien dat in allerlei kronkels tussen de bergen verdween. Tussen de toppen van de oerberg in Karmanyaka. Als je het pad blijft volgen, kom je bij het kasteel van Tengil, zei Jonathan. Ik rilde nog erger, maar ik besloot daar morgen pas aan te denken. Want vanavond wilde ik voor de eerste keer van mijn leven met Jonathan bij een kampvuur zitten. We hadden het aangelegd op een uitstekende rots boven de waterval, vlak bij de brug. Maar ik ging zo zitten dat ik overal met mijn rug naartoe zat. Ik wilde de brug naar Tengils land niet zien en ook niks anders. Ik zag alleen het schijnsel van het vuur dat tussen de bergwanden flikkerde. Het was griezelig mooi. En ik zag het vertrouwde gezicht van Jonathan en de paarden die een eindje verder stonden te rusten. Dit is heel wat beter dan mijn vorige kampvuur, zei ik, want nu zit ik hier met jou, Jonathan. Waar ik ook was, ik voelde me altijd veilig bij Jonathan. En ik was zo blij dat ik nu eindelijk samen met hem een kampvuur had, waar we zo vaak over gepraat hadden toen we nog op aarde leefden. De tijd van de kampvuur en de sprookjes, weet je nog dat je dat zei, Jonathan? Ja, dat weet ik nog, zei Jonathan. Maar toen wist ik nog niet dat sprookjes hier in Nangiala zo wreed zouden zijn. Denk je dat het zo altijd moet blijven? Vroeg ik. Hij zat even stil in het vuur te staren en toen zei hij, nee, als de laatste strijd geleverd is, dan zal Nangiala opnieuw een land worden waarin de sprookjes mooi zijn en het leven licht en eenvoudig, net als vroeger. Het vuur vlamde op. En in het schijnsel zag ik hoe moe en verdrietig hij was. Maar de laatste dagkruimel kan alleen maar een vreedsprookje zijn over dood, dood en nog eens dood. Daarom moet Orvar aanvoerder zijn en ik niet, want ik ben niet geschikt om te doden. Nee, dat weet ik, dacht ik en ik vroeg hem, waarom heb je die perk zijn leven eigenlijk gered? Was dat wel zo goed? Ik weet niet of het goed was, zei Jonathan, maar er zijn dingen die je moet doen, anders ben je geen mens, maar een lor. Dat heb ik toch al eens eerder gezegd? Maar als hij nou had doorgehad wie jij was, zei ik, en als ze je gevangen hadden genomen. Ja, dan hadden ze Leeuwenhart gevangen genomen en geen lor, zei Jonathan. Ons vuur begon te doven en de duisternis viel over de bergen. Eerst de schemering die alles heel even bijna zacht en vriendelijk maakte. Maar toen een pikzwart duister, waarin je alleen de karmaval hoorde bulderen en nergens meer een lichtpuntje zag. Ik kroop zo dicht mogelijk bij Jonathan. We zaten tegen de bergwand geleund en we praatten tegen elkaar in het donker. Ik was niet bang, maar er was zo'n onrustig gevoel over me gekomen. We moesten eigenlijk gaan slapen, zei Jonathan. Maar ik wist dat ik niet kon slapen. Ik was zelfs zo onrustig dat ik nauwelijks meer kon praten. Het kwam niet door het donker, maar door iets heel anders. Ik wist zelf niet wat. En toch had ik Jonathan naast me. Toen bliksemde het. En er klonk een donderslag waar de bergwanden van dreunden. We zaten er middenin. Wat een onweer. Ik wist niet eens dat er zulke onweren bestonden.
De donder kwam met zo'n geweld over de bergen aangerold dat de karmaval erdoor overstemd werd en de bliksemschichten joegen elkaar op. Het ene moment stond alles in lichte laaien en het volgende was de duisternis zwarter dan ooit. Het was net of de oernacht over ons was gekomen. En nu ontvlamde er een bliksem, afschuwelijker dan alle anderen. Voor één ogenblik zette de bliksem alles in een zee van licht. En toen, in dat licht, zag ik Katla. Ik zag